Hallo, ik ben Dylan Werkman, regisseur van de film A View from Above. Hallo, ik ben Burak Ostas, de geluidsontwerper van de film A View from Above. En wij moeten vragen beantwoorden. En die hebben we niet van tevoren gezien, dus dit is heel spontaan. Alright. Hoe is het idee van de film ontstaan? Die kan ik wel beantwoorden, denk ik. Ja, is goed. Ik had een artikel gelezen uit de Correspondent. En die ging over het overview-effect. En dat is eigenlijk een beetje het effect wat je hebt als een astronaut voor het eerst de aarde ziet. En dat hij daarmee verbinding mee voelt. En toen was er een astronaut die zei van, het is zo belangrijk dat wij dat allemaal voelen. Alleen we kunnen natuurlijk niet allemaal omhoog gaan. Dus er moet het liefste hebben dat er een soort van poëet naar boven gaat die dat dan uitlegt. En wij hebben een beetje geprobeerd om die rol van de poëet op ons te nemen. Dus daar is het een beetje uit ontstaan. Wil jij de volgende? Ja, de volgende part. Kijk, jullie hebben gebruik mogen maken van beelden uit het archief van NASA. Hoe besluit je welke beelden je gaat gebruiken? Ja, ik denk dat we die samen moeten beantwoorden. Sorry. Ja. Nee, we hadden beelden ontvangen van een man die heet Steven Slater. En we hadden dus, die man had de documentaire Apollo 11 gemaakt. En die hadden we dus gezien. En dat waren zulke indrukwekkende beelden. Dat we dachten van ja, daar moeten we gebruik van maken. En toen zijn we eigenlijk een beetje de beelden gaan sorteren op het begin dat je instapt in de raket. Tot het moment dat je dus de aarde ziet. En daar hebben we beelden uit proberen te pakken. Ja, we hadden al een lijn bedacht van hoe we vanaf het begin van het instappen tot het einde, hoe wij dat voor ons zagen. Dus een beetje daarop de beelden ook geselecteerd. Ja, precies. En uiteindelijk hebben we ook materiaal gedraaid. En toen hebben we ook gekeken van oké, wat past het best bij dat zelfgedraaide materiaal. En dus het was een beetje een wisselwerking daarin. Ja, denk Alright. voldoende. Nou mag jij weer. Even kijken. Misschien niet zo voor jou hoor. Wat zou je volgende keer anders doen? Kan voor beide. Nou, die mag jij wel beginnen. Wat zou ik volgende keer anders doen? Vind ik lastig. Ik denk dat ik volgende keer de film misschien meer op een meer op een poëtische manier zou benaderen. Minder rationeel. Minder rationeel, denk ik. Ik denk dat we dat al flink hebben gedaan, maar dat er nog wel een stap extra bij komt. Want ik merkte dat we in het maakproces wel af en toe bezig waren van het rationaliseren van de ideeën die we, of van de keuzes die we maakten. Ik denk als we meer op gevoel waren gegaan, dat het misschien net een stapje meer kon zijn. Ja, misschien iets Ja. te duidelijk maken van omdat we bang waren dan dat of mensen het wel zouden begrijpen. Ik Ja, denk dat dat het op het. zich nog wel een redelijke goede combinatie in is geweest. Maar als we het volgende keer nog een keer zouden doen, dan zou dat misschien toch wel de. Ja. Zouden we iets meer daar naartoe neigen. Ja, We precies. mogen natuurlijk eigenlijk helemaal geen kritiek geven op onze film. Nee, maar voor de rest wel heel blij met wat het is geworden, hoor. Ja. Maar je hebt altijd wel iets wat je anders zou doen. Vandaar de vraag. Ja. Nou. Ja, deze is wel voor je. De film is gedraaid op 16 mm. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ja. Nou, de reden waarom we daarvoor hebben gekozen was. Al vroeg in het proces was ik al verliefd geworden op dus die beelden van Apollo 11. En wat voor mij heel opviel daaraan was dat het enorm tijdloos was. Het was enorm. Het voelde aan alsof het eigenlijk nu had geweest kunnen zijn. En juist die tijdloze feel wouden we ook aan de film meegeven. Dus als we dat. Tegenwoordig heb je heel veel materiaal van ESA en NASA. En dat zijn allemaal hele digitale, letterlijke dingen. En die zijn minder mooi gedraaid, minder poëtisch gedraaid. Dus daarom. Omdat we met archiefmateriaal werkten, wat dus al 16 mm was, hebben we dus ook gekozen voor om dus het materiaal van nu ook 16 mm te draaien. Om die twee werelden een beetje in elkaar te brengen. Dus vandaar. De allerlaatste. Alle Zal ik hem laatste. voorlezen? Ja?
Misschien is die voor jou. Misschien voor ons allebei. Hoe zien jullie jezelf in de filmwereld? Boerdak. Ga ik beginnen. Hoe zie ik mezelf in de filmwereld? Ga ik vanuit nu? Of, ja, begin in de film maken. Hoe zie ik mezelf in de filmwereld? Het liefst zou ik me willen focussen op films. Ja, films die meer spelen met het medium, experimenteren met het medium. Dat lijkt me het leukste aan het vak film. Ja, ik vind het een beetje een moeilijke vraag hoe ik me positioneer in de filmwereld. Moet ik hem... Misschien begin jij. Okay. Ik denk dat ik... Ja, dit is een vrij experimentele film. Maar ik zou naast experimentele films ook meer narratieve films willen maken. Zowel fictie als documentaire. We waren naar Spanje toe gegaan om een behind the scenes te maken van een speelfilm. Ja. En dat was juist heel documentair. En op die manier lijkt het ook heel leuk om te werken. Lijkt mij heel leuk om te werken. Dus juist die verschillende processen zijn zo interessant. Dus daar zou ik het meeste, liefst zoveel mogelijk van willen ervaren. Ja, variatie lijkt me ook wel leuk. Maar ik zou me denk ik het meest willen focussen op iets meer richting de experimentele film. Omdat het daar de uitdaging voor mij meer in zit. En nogmaals, om weer met het medium veel te spelen. Wat je in een narratieve film vaak iets minder hebt, naar mijn gevoel. Ja. Dus niet show me the money? Nou, minder show me the money. Soms wel show me the money, want okay. Ik moet ook eten. Alright. Nou, dit waren dit was de Q&A. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Wij wel, volgens mij, toch? Ja, het was heel spontaan. Dus. Yes. Top, dank.